Dus van 1 januari zitten de slaappillen ook niet meer in het pakket. Het kabinet moet zich schamen en ik ben er klaar mee. Nee. En voor de grootverdieners onder ons volk, staat minister Bos weer klaar. Spaarcentjes tot 100.000 euro op de IJslandse bank, of kan mij het schelen welke bank, worden gegarandeerd. Maar onze centjes staan niet op de bank. Die zitten in onze cafeetjes. En ons geld wordt niet gegarandeerd. Als wij door uw schuld failliet gaan, is er niemand die ons helpt. Wij krijgen onze schuld mee op onze rug. En ons pensioen, daar hebben we heel hard voor gewerkt. Daar kunnen we naar fluiten. Dat is net als de beurs ineens in rook opgegaan. En het anti-rookcafé is niet te verkopen, want daar is geen markt voor. Dus, ik ben er klaar mee. Nee? Precies. Als je hier een bedrijf begint, dan moet je kijken waar de markt voor is. En dat is er. En door u, we kunnen wel zeggen, uitgebolken volk wil na een week hard werken gewoon een biertje halen en een legale sigaret roken. Daar is markt voor en daar hebben wij op ingespeeld. U kunt nu zomaar niet tegen het volk zeggen dat wij dat ook niet meer mogen. En dat we al onze investeringen voor luchtreinigers ook weer in de prullenbak kunnen gooien. Wat denkt u nou? Ik ben er klaar mee. Nee, wij. Maar als uw hoofd, minister Klink, als uw hoofd straks rolt, dan is daar de gouden handdruk. Of, hoe noem je dat? Wachtgeld. 6200 euro netto per maand voor minimaal 2 jaar, als u tenminste 3 maanden hebt uitgehouden in de Tweede Kamer. Wij krijgen voor al onze gewerkte jaren helemaal niks. Nee, weer die schuld op onze rug. We krijgen niet eens WW. We kunnen misschien bijstand krijgen, als dat er nog is. Zolang het nog kan. En uw collega's en u krijgen gewoon 6200 euro netto per maand voor niks te doen. En weet je wat het mooiste is? Wie hebt dat betaald? Ja, wij! Het Nederlandse volk betaalt dat gewoon. Maar ik ben er klaar mee. Nee? En nu zegt u tegen de gemeente dat u erop aan zal dringen dat ze niet te moeilijk moeten doen bij het verstrekken van een vergunning voor de bouw van een rookruimte. Maar we hebben helemaal geen ruimte. Al voor het maken van terrasverwarming. Oh ja, de NUOL zegt dat als we allemaal de tuinverlichting uitdoen en het ganglicht, dat we dan de hele woestijn kunnen verlichten. Hè? Als wij nou allemaal het buiten 20 graden moeten maken omdat we de omzet van de rokers niet kunnen missen, hoeveel woestijnen denk je dat we nou kunnen verlichten? Om over de kosten maar niet te praten en ook niet over de CO2-afstoot. Maar dat is nu even niet belangrijk. Nee, dat we kachels kopen, dat is belangrijk, dat is economisch goed. En als ze straks hangen, dan mag het van eens wegens de CO2-afstoot ook niet meer. Dan kunnen ze met de rookafzuigers zo de prullenbak in. Nou, ik laat ze mooi hangen, de kachel brandt binnen en dat is mooi zat. Want ik ben daar klaar mee. Nee? Als het café, maar als het aan u ligt, krijg ik er nog 3 banen bij. Ik moet opletten dat er niemand rookt. Ik moet opletten dat niemand glas mee naar buiten neemt. Als die gaat roken en ik moet opletten dat er buiten geen geluidsoverlast komt. Nou, ik kan u vertellen, dat gaat gewoon niet. En ik heb ook geen geld voor extra personeel. Dus ik ben er klaar mee. Als wij zelf op de deur plakken dat er binnen gerookt wordt, doen wij niemand kwaad. Wie dat niet wil of wie er niet tegen kan, loopt lekker door. Dat geeft toch niet? U wil dat bij mij ook de anti-rokers binnen kunnen komen. Maar die willen niet bij mij binnenkomen. Want die houden niet van mijn muziek. Gaat u mij straks verplichten ook jazz te draaien? Ik ben er klaar mee. Maar u verwacht wel van ons dat wij zelf politieagentje gaan spelen. Hoeveel petten moet ik dan op, man? In datzelfde debat heb ik u, meneer Klink, en anderen 2 keer zien lachen. Zien lachen. Maar er valt niks te lachen. Voor ons niet in ieder geval. Ons hangt met kerst het faillissement boven het hoofd. En als u nou een beetje ballen in de broek hebt, minister Klink, dan gaat u als christen, en ik ben zelf ook als christen opgevoed,
gaat u toegeven dat u het zo niet bedoeld hebt. Dat u het mis hebt gehad. En dan gaat u als christelijk leider het rookverbod weer terugdraaien. En dan hebben wij, net als u, misschien ook een fijne kerst. En valt er voor ons ook nog te lachen. En anders ben ik er klaar mee. Tot slot. En als u het nou gewoon toch niet zo maakt, dat wij door het plakken van dat soort stickers die u ook geplakt hebt op uw rookruimte, het niet zo maakt dat wij niet zelf mogen aangeven welk rookbeleid wij als ondernemers in onze eigen zaken voeren, zullen wij failliet gaan. Of nee, nog gekker, door u, sigarenrokende minister notabene, worden gesloten. Maar na die sluiting, minister Klink, zal ik alle pers weer uitnodigen om mij te volgen voor het eerst in 44 jaar op weg naar de sociale dienst, waar ik een uitkering aan zal vragen en mijn schulden zal laten saneren. En dan, minister Klink, zal ik mij laten omscholen tot ik goed genoeg ben om de politiek in te gaan. Dan zal ik zitting nemen in uw Tweede Kamer en dan zal u mij vele malen horen zeggen: voorzitter, ik ben er klaar mee. Uit Limburg komen we helemaal, ja. En we zijn tegen het rookverbod, dus zijn wij hier. Ja. Maar eigenlijk hebben we een hele vraag voor moeten staan. Ja. Jammer. Het is jammer, maar ja, het is toch behoorlijk opkomst. We hadden meer verwacht, maar we gaan ervoor. De discussie kwam altijd tegen het rookverbod is geweest. We hebben toen wij in het kabinet zaten altijd kunnen tegenhouden. En ik zeg tegen degene die hebben gestemd op partijen als de PvdA, als het CDA en de SP, die partijen hebben gezorgd voor dit rookverbod. Want na 2006, na de verkiezingen, zijn er twee partijen die hun standpunt hebben gewijzigd. Het CDA was altijd tegen een rookverbod, is nu voor een rookverbod. De SP was tegen een rookverbod, is nu voor een rookverbod. Dus dat zijn de partijen die u mag aanspreken. Doe dat ook. Spreek ze aan op hun eigen keuzes. Want dat is niet uw keuze en dat is ook niet onze keuze. Want wij moeten de vrijheid hebben om iets leuks van ons leven te maken. En we hebben geen zin in een kabinet wat elke keer zegt dat we iets niet mogen. Het is toch te gek voor woorden dat partijen die zeggen wij willen geen rookverbod, dat die dan vervolgens zeggen maar we vinden dat er wel gerookt moet kunnen worden in een koffieshop. Het is toch te idioot voor woorden. We moeten echt even geen dingen gaan gooien. Nee, wacht even, we gaan geen dingen gooien. Maar ik denk inderdaad dat u misschien beter die kant op kan gaan. Ja, sorry. Volgens mij gaat het niet goed. Ik begrijp dat u de wereld wil beschermen, maar het gaat zo niet goed. Of gaat u wat leuks zeggen? Jongens, ik wil één ding zeggen. Luister, de SP neemt het op voor de kleine horeca. Maar niet door het rookverbod op te heffen, maar door de horeca te ondersteunen. Dat moet gebeuren. Met subsidie.